Zo, hé, hey, kijk al hoeveel allebei willen. Oh. Zo, hé. Hey. We hebben politie. Oh, oh. Oh nee, er is er eens geflikkerd. Hey, hey, doei. Dit is de eerste keer dat Monsterheid meegaat met de KTM bij een meeting. Stikker, je eet dan dit. Holy shit. No. Welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we op de meeting van Bradley. En ja, we gaan er een super dikke dag van maken. We zijn hier met allemaal strijders die ook op de meeting zijn aangekomen. Ja, holy shit, er wordt fucking ziek gras. Let's go! Zo, we zijn nu officieel de route gestart. Boy, yo! Dikke choppers, alles erop en eraan gehad. Holy fuck, ouwe. Bradley is ergens helemaal vooraan aan het rijden. Moet hem even vinden, hoor. Zo, hey. Toch echt wel leuk om voor zo'n jongen zo'n dikke ride-out te organiseren, gast. En dat de politie ook zo meewerkt, dames en heren. Echt één en al respect voor de politie hier. Waar voor jullie hier zijn, dat is duidelijk, hè. Hij heeft nog één kans, hè. Die jongen is gewoon doodziek. En ik waardeer het echt, want jullie komen hier wel zo over zo'n zaterdagmiddag allemaal mee brommers hierheen. Maar zorg in ieder geval dat die jongen de rit van zijn leven. Die kans heeft maar één keer en dat is bij deze. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar ik waardeer het, maar waardeer het echt vanuit mijn hart dat we zoiets diks kunnen organiseren. Niet normaal, gast. Zo, Kikanduna met een gekke wheelie. Het is niet normaal, gast. Baba. Gast, dit is zo ontiegelijk bruut. Gast, zoveel, jongen. Bro, is zoveel, jongen. Holy shit, ouwe. Ze doen dan met hun wheelies. Ik wil dat ook kunnen. Oh, yo, gek. Jongens, het is niet normaal hoe druk het is. Ik denk dat er achter mij een rij van 100 kilometer is, gast. Ik ga hier even staan. Gast, dat is niet normaal. Hoe lang dit blijft doorgaan, gast? Dat is niet normaal, jongen. Zo, hé. Hey. Zo, hé. Hey. Kijk al hoeveel, gast. Dat is niet normaal, jongen. Holy tieten, ouwe. Dat is niet gezond, jongen. Allemaal voor Bradley, gast. Wat een helden zijn jullie, gast. Allemaal voor Bradley, dit. Wat een helden, allemaal. Jeetje, het is dan het einde, gast. Als je hier die lucht inhaleert, dames en heren, echt dan inhaleer je gewoon 1 of 2 tak. Je inhaleert gewoon niet gezonde lucht, maar het ruikt wel lekker. Alles rijdt hier ook, van pitbike tot toonmossen, van alles, gast. Ook gewoon zonder kenteken hier. Oh nee, er is er eens geflikkerd. Shit, man. Ik moet mijn flitsmeister aanzetten, want ik heb geen idee waar hier de flitspalen en alles staan. Monster dead! Monster dead! De redder in nood. Met een mooie bokshelm. Ik heb trouwens een bokshelm gehaald. Want iedereen in de bike life rijdt met een bokshelm. Dus ik dacht, ik ga ook even een bokshelm halen. Voor Monster Dad ook. Trouwens, dit is de eerste keer dat Monster Dad meegaat met de KTM bij een meeting. Die stickers, wauw. Maar Bradley is ergens vooraan. Maar die kerel rijdt snel, jongen. Met een wheelie erbij. En een aangepast kenteken. Nog even een disclaimer, dames en heren. Alle kentekens vandaag worden niet geblurred. Er worden geen boetes uitgedeeld op het gedrag van de video's. Dus maak jullie daar geen zorgen over. Ook bij heel veel andere meetings zeggen mensen van, doe je kentekens. Blurren. Justitie en meerdere mogen niet beboeten via online video's. Dus maak jullie daar geen zorgen over met kentekens geblurred en alles. Baba, hier in het centrum. Holy fuck, ouwe. Zo, hey. Niet normaal, gek. Zo vol, jongen, in het centrum ook. Wajo. Al het publiek hier ook. Mensen filmen hier ook gewoon. Kijk dan dit. Holy shit. De meeting van Bradley. Jongens, jullie zijn top, man. Geweldig. Dik hoor. Blij dat hij is met zijn helm. Die pitbike, gast. Kawasaki. Dit was echt vroeger mijn tijd, jongen. Met zo'n pitbike rijden. Nee, dat is mijn droombike. Sapsen. Baba. 300 cc 2 tak. Zo. Dikke Kawasaki Ninja. Nee, ik ben ook mijn motorrijbewijs. Hier is dat illegale ding weer. Hij reed echt al weg toen we bij de meeting aankwamen. Geen kenteken, niks. Ja, jongens, ik wil zo graag motorrijbewijs hebben. Hè. En dan gewoon. Kijk, mijn droombike is dus dit ding. Maar dan zeg maar omgebouwd naar supermoto. Dus dit is al een supermoto. Maar dan met eigen stickerset en alles erop en eraan. Ik vind dit wel een van de dikste zips ooit. Gewoon zo'n SP in het groen. Ik zat als te denken om dat in het rood te nemen. Maar ik vind
het groen toch echt wel 10 keer dikker, zo'n kleur. Kijk dan wat hier allemaal aankomt. Zo, hé, hey, gast. Zo, hé, hey, kijk dan, gast. Alleen maar lof, gast. Alleen maar lof. En dan vol gas weer. Oh, oh. Oh, dan moet je die hele zoet weer inhalen. Kijk dan wat een landschap hier, jongens. Niet normaal. Boven de snelweg hier. Zo. Oh, jam. Oh, dik, jongen. Zo. RK Bike Live met een wheelie. Zo. Tjus. Oh, er komt een bult aan. Gaat hij daar doorheen? Ja, ja. Zo. Doet hij ergens. Ik kom hier echt met een auto weg aan. En met allemaal brommerd. Kiek hem gaan dan. Zo. Zo, die kwam echt een verkeerde keel gehad. Jeetje dan, rubber. Zo. Allebei een wheelie. Oh. Oh, en allebei tegelijkertijd neer. Oh, je wordt toch knettergeil van. En weer met z'n allen de snelweg op. Ja, wat een beautiful view is dit dan, gast. Zo, hé. Hey. Baba, bruut, jongen. Oh, joi, 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 joi. Oh, en het ding is weer uitgeschakeld. Oh, zo. Dankjewel. Moet je eens een keertje gaan natellen hoeveel mensen je met een boxer en shark helm ziet rijden. Ik vind dat toch echt wel een dikke helm ook, hoor. En zo'n helm is echt chill. Met een intercom erin. Ja, joh. Wielrenners, Bike Life. Zo, hé. Hey. Wat is de toppunt van claustrofobie? Weet je wat ik wel altijd zo doodeng vind bij zo'n meeting? Daarvoor je komt met je voet in zo'n draaiend ding terecht. Dan sleurt hij je helemaal mee. Het is gewoon eng gewoon, joh. Oh, baba. Sheesh. Splits camera. Met een wheelie. Doet die hekkers. Ik weet niet hoe hard ik rijd. Dat is helemaal klote, gast. Oh, we hebben politie. Oh. 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 Ach joh, ik kan wel zeggen, we hebben ons wel netjes gedragen. Het kon erger. Ik vind dat het goed is gelopen, de meeting. Zeer goed. En dat het ook echt een leuke meeting is. Leuke rit, kan net. En ja, echt top. Ja, ja, daar gaat hij weer. Met een wheelie. Zo, en we zijn weer bij eindlocatie gekomen. Maar we reden een beetje te snel. Monster dead! Maar joh, een grapje kan wel kunnen. Ik word er ook altijd bij genaaid dat iemand wop sleutel omdraait. Ja, dat wil ik ook kunnen. Zo, hey, sweet home Alabama. We zijn weer thuis aangekomen. Want de politie staat er en dat betekent dat we thuis zijn aangekomen. Gast, was echt geslaagd, man. Echt heel dik, gast. Hoi, yo. Hoi, agenten. Ik wou jullie nog heel erg waarderen dat jullie zo voor de meeting en alles ook goed hadden georganiseerd. Super bedankt. De snelheid, er staan nog meer mensen. En als ze dan hier de rij verkeer, en dan is het toch altijd even zaak om het rustig te houden. Ja, nou, ik respecteer het, mannen. There's a spark in you. You just gotta ignite the light. Let it shine. Just on the night. Like the 4th of July. Baby, go and fly your work. Come and show them what you're worth. Make them go. Max, jongen, held. Even close shots op die nippel. Nee. 3, 2, 1, doei! Wat een held, jongen. Begin op een hand. Hatsa! Oh. Shout naar jou, gast. Nou, dames en heren, dit was het einde van deze video. Het was echt een zieke ride-out samen met Bradley. En echt om nooit te vergeten. Ik hoop dit ooit een keer opnieuw te doen. En we gaan samen weer nog met Bradley nog een dikke video pompen. Dames en heren.